Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Een video waarin we wederom uh, onze maandelijkse 100 euro gaan investeren in crypto. Maar laten we eerst gaan beginnen met het laatste nieuws. En het laatste nieuws gaat de laatste dagen. Tenminste, als we kijken naar crypto, vooral om Elon Musk en vooral zijn tweets natuurlijk. En dat heeft best wel ja, effect op de markt, best wel veel effect op de markt. En bekijken we CoinMarketCap op dit moment, dat is uh, 10 uur s ochtends. Dan zien we eigenlijk alleen Cardano in de plus staan de laatste, 10 dagen, uh, de laatste 7 dagen. En dat zijn dan de top 10 coins. Uh, en de laatste 24 uur staat de top 10. Eigenlijk allemaal zo'n 3,5 tot 14% in de min. En of je het nu eens bent met Elon Musk, of juist niet. Ik vind het vooral apart dat één persoon zoveel invloed heeft op een markt. Of dat de markt zoveel reageert of zo sterk reageert op één persoon. Ik denk dat dat wel goed aangeeft dat we dan wel kunnen spreken van een hype op dit moment dat heel veel mensen erin zitten voor de korte termijn winst nemen op de korte termijn en daarom als het eventjes tegen zit juist de koers zo flink kan reageren en dat is op zich helemaal niet erg het is alleen wel belangrijk dat we dat beseffen zeker omdat we zelf ook in deze markt actief zijn als je crypto bezit of wilt gaan kopen of misschien ook wel wilt gaan verkopen maar laat dan even verder gaan kijken naar het laatste nieuws en zoals eerder al gezegd eigenlijk zijn dat vooral de tweets van Elon Musk van de laatste dagen ten eerste het bericht of Tweet dat Tesla uh, stopt met het accepteren van bitcoins, dat maakte ze geloof ik afgelopen vrijdag bekend. Uh, ze zijn vooral geschrokken door het energiegebruik van de blockchain. Nou, sommigen vinden dat wat apart. Want het energiegebruik dat het zoveel gebruikt, uh, verbruikt, dat is al langer bekend. Maar de laatste tijd zien we wel een enorme piek als we deze website bekijken. Dus misschien. Is het allebei de kanten die een beetje gelijk hebben? Hij had het kunnen weten. Maar tegelijkertijd zien we de laatste tijd, sinds dat ze Bitcoin hebben. ook best wel een piek in het verbruik. De volgende tweet ging eigenlijk over uh, dat Bitcoin gecentraliseerd is. Het hele idee van Bitcoin is dat het gedecentraliseerd is. Een systeem ja, tegen de gevestigde, gecentraliseerde systeem van banken en overheden. Nou, toen er laatst een blackout was in China. vanwege een overstroomde mijn. en vervolgens een veiligheidsinspectie die daarop volgde. Ging daar de hash rate ongeveer 35% op omlaag? En dan lijkt het alsof een klein gebied, een kleine groep van miners, of ja, in ieder geval in dat gedeelte van China, een best wel behoorlijke impact kan hebben op het systeem, op Bitcoin. En dan gaat het hierbij ook nog eens over energie uit kolenmijnen, terwijl misschien heel veel andere miners buiten China misschien ook wel juist wel duurzame energie gebruiken. Dus er komt nu eigenlijk ook gewoon een discussie op gang over het energiegebruik. In dit geval over bitcoin. Ik denk dat dat op zich wel goed is, want het zal zich ook uitbreiden naar andere dingen. Denk bijvoorbeeld aan datacenters. Hier in Nederland hebben we dat heel vaak. Je ziet dat ja, de, de omwonenden, het publiek, daar steeds meer op tegen is. En ik denk dat nu komt het door middel van blockchain zeg maar ter sprake... Wat we veel meer gaan beseffen ook over andere dingen, over andere systemen die veel energie gebruiken. Kijken we dan nog naar een andere tweet die eigenlijk ingaat op de invloed van Elon, of ja, hoe de markt reageert op Elon. Nu zijn er heel veel mensen boos op Elon Musk, omdat hij de koersen van crypto omlaag praat, eigenlijk met zijn tweets. En mensen daardoor spaargeld verliezen. Maar het is natuurlijk eerst zo geweest dat hij juist de koers omhoog praatte. Dus ja, euh, eerst gaat het omhoog, is het heel erg goed, gaat het naar beneden, dan is het in één keer niet goed wat hij doet. Plus, als heel veel mensen spaargeld verliezen, is dat ja, eigenlijk wel het, het, het gevolg van de tweet van Elon, maar niet zijn probleem, niet zijn. Ja, mensen zelf steken het spaargeld erin. Ik denk dat daar de fout wordt gemaakt: dat mensen spaargeld erin gaan steken. Stoppen geld in wat je de komende tijd niet nodig hebt, omdat iedereen wel gewoon beseft. Crypto heeft een mooie toekomst, lijkt mij tenminste, maar het is gewoon zeker op de korte termijn met enorm veel risico. Maar dat willen mensen. Ja, dat zien mensen niet. Dat willen mensen denk ik niet zien. Die zien de risico's niet. Die zien alleen de rendementen die andere mensen maken. En willen daar gewoon een graantje van meepikken. En dan kwam er vanochtend nog een heel belangrijke tweet, denk ik wel. Dat Tesla Bitcoin op de balans heeft gehouden. Nadat Tesla dus eerder al aankondigde dat ze geen Bitcoin meer accepteerde voor hun verkopen. En een tweet dus van Elon Musk. die mogelijk suggereerde dat aandeelhouders er komend kwartaal. Achter zouden komen dat Tesla al hun bitcoin verkocht had. Daarop ging de koers dus nog verder omlaag afgelopen weekend. Maar zoals gezegd vanochtend kwam er dus een tweet. waarin eigenlijk gewoon staat dat Tesla heeft alle bitcoin die ze hadden nog steeds in bezit. En daar reageert de koers dan juist weer positief op. zoals we hier kunnen zien. Want eigenlijk, meteen na die tweet kwamen we de eerste paar groene candles weer aan lijken wel weer eventjes een bodem te hebben aangetikt en ziet het er nu dus weer even iets positiever uit in ieder geval zeker op de korte termijn. Maar we zien dus dat Elon Musk en Tesla misschien ook wel heel veel bezig zijn met crypto en dat zou me dan ook niet verbazen. Ook dat hoor je de laatste dagen wel meer mensen zeggen van dat Tesla misschien dit jaar op korte termijn in ieder geval met een product of een dienst komt die te maken heeft met crypto. Dat kan bijvoorbeeld zijn. Uh, ja, rondom energieproducten. Ze hebben natuurlijk al zonnepanelen, ze hebben al uh, de opslag van energie. Dus het zou kunnen zijn dat zij zeggen, met onze systemen kun je duurzame energie gebruiken om crypto te doen. Tesla heeft natuurlijk de kracht, de rekenkracht in Tesla zitten of in een dojo-computer om misschien wel uh, deze mining of hashing allemaal te doen. Daarnaast hebben ze natuurlijk de, de kennis binnen hun team om zoiets op te zetten. En zeker ook Elon Musk met misschien wel een eigen crypto-munt. Ja, vanuit PayPal heeft hij natuurlijk heel veel ervaring met dingen die hier ja, te, mee, mee te maken hebben. En dat zou me ook niet verbazen als ze uiteindelijk van een cryptocurrency gebruik gaan maken. Zeker wanneer in de toekomst uh, misschien wel hun robotaxis komen. Dat dat een betaalmiddel wordt om eigenlijk via hun eigen app. Af te rekenen met taxiretjes die je maakt. Maar ja, dat zijn dus mijn ideeën, mogelijkheden die ik zie. En het zou me niet verbazen als Tesla hier nu al mee bezig is. En dat dit ook een beetje het gevolg is van ja, dat ze eigenlijk eerst een probleem uh, duidelijk willen maken. Om vervolgens zelf weer een oplossing aan te bieden. Maar zoals gezegd, dat is mijn mening, mijn idee. Uh, het zou me in ieder geval niks verbazen. Maar ik ben ook erg benieuwd wat jij ervan denkt. Ten eerste over dit idee, maar misschien ook wel over de tweets van Elon Musk. Dus laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Gaan we door met het volgende gedeelte. En dat is eigenlijk mijn plan, mijn crypto-plan voor 2021. Want ik heb al best wel lang crypto in bezit, al sinds 2011. Regelmatig periodes dat ik het heb, ook weer regelmatig periodes dat ik het even verkoop. Maar het is wel iets waar ik in geloof op de lange termijn. Alhoewel, zoals eerder al zegt, ik denk ook zeker op de korte termijn dat we grote schommelingen gaan zien. En ik denk dat ik daar ook zelf wel in meega, zeg maar, dus uh, kopen uh, als het laag staat. Verkopen als het hoog staat. En kijken we dan naar Google Trends. Ook dat heb ik laatst al in een video gedaan. Dan zien we dat nu gewoon crypto heel erg populair is in Nederland. En dat zal ook in de rest van de wereld zijn. Nog erger zelfs dan de hype van eind 2017. Kijken we naar Bitcoin. Dat is nu iets minder populair. En dat heeft misschien ook alweer te maken dat misschien nu wel altcoins zoals Dogecoin nu een stukje van die populariteit op zich nemen. En waar ik dan meteen aan denk is weer aan die hype aandelen. Um, ik denk nu dat er heel veel nieuw geld, zeg maar, zit in crypto, de mensen die misschien vorig jaar begonnen zijn met beleggen, waarop de koersen van aandelen ja best wel omhoog schoten, maar ook weer inzakten. Misschien wel omdat dat geld op dat moment richting crypto ging. Nou, denk bijvoorbeeld aan aandelen van heel veel bekende specs, zoals bijvoorbeeld skills maar ook gewoon van bedrijven zoals Plug Power. Eigenlijk overal zien we dezelfde vorm. En het zou me niks verbazen als we ook wederom deze grafieken, zeg maar, dit beeld krijgen rondom crypto dit jaar. En ik ga me nou niet wagen aan koersdoelen. Uh, ik doe dat wel voor aandelen, maar niet voor crypto, omdat ik denk dat voor crypto dat eigenlijk niet zo te baseren is op dingen zoals dat bij aandelen is. Tenminste, dat is mijn mening. En dat is vanwege het simpele feit dat bitcoin op zichzelf geen geld verdient. Het is niet echt een bedrijf wat winst maakt. Natuurlijk, mensen die bitcoin hebben, die verdienen geld vanwege de waardestijging. En de waardestijging komt juist door vraag en aanbod aan wat een gekker eigenlijk vergeeft. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan niet kijk naar koersdoelen van anderen. Dit zijn dan vooral uh, ja, grote bedrijven of personen met een model. Denk bijvoorbeeld aan Plan B met het stock-to-flow model of grote Bank of investeerders, ik ga daar wel kijken. Kijk waar ze op letten, welk onderzoek zij doen. Dat neem ik mee. Maar het is niet zo dat ik denk: van oh, ik kan berekenen wat Cardano, Ethereum of Bitcoin aan het einde van het jaar waard is. Nee, zover durf ik het nou niet onderbouwen. En hoewel ik dus geloof in crypto voor de lange termijn, verwacht ik ook zeker nog een flinke daling in 2021. Dat hoor ik ook om me heen, dat lees ik ook overal, dat heel veel mensen in het derde of in het vierde kwartaal een daling verwachten. Nou, mensen gaan daarop anticiperen, gaan misschien net van tevoren hun winst nemen, waardoor uiteindelijk het de vraag afneemt. Um, ja, dan gaat de koers vanzelf dalen, steeds meer mensen gaan verkopen. Wat je dan eigenlijk krijgt is een self-fulfilling prophecy, oftewel omdat iedereen denkt dat de koers gaat dalen en begint met verkopen. Gaat de koers ook dalen? Dus dat is eigenlijk mijn idee van wat er nog te wachten staat op de korte termijn in ieder geval. Korte termijn aan het eind van het jaar, dus eind 2021. En dat dus in combinatie met dat één persoon zoveel invloed heeft... ...of dat de markt reageert op één persoon. Dat geeft wel aan dat er heel veel hype is. Dat er, um, ja, ik denk niet dat Elon Musk zoveel macht heeft, zoveel invloed heeft... maar. Er wordt wel zo op die manier opgereageerd. Dus vanwege die hype, zoals ik zeg, denk ik dat er heel veel mensen voor de korte termijn zitten. Die gaan winst nemen. Dus dan ja, ga ik denk ik zelf ook later in het jaar gewoon mijn winst nemen. En zeker als later dit jaar de lockdowns een beetje wegvallen. Mensen gevaccineerd zijn, weer meer mogelijkheden hebben. Dan hebben ze minder tijd om hiermee bezig te zijn. Ze hebben ook het geld dat ze hiermee hebben verdiend. Kunnen ze nu in één keer uitgeven aan vakanties, aan, aan het terras, aan winkelen. Dus ze hebben in één keer een veel betere besteding van hun Tijd en van hun geld. Ook dat is een reden waarom ik denk dat het later dit jaar ja, crypto gewoon af gaat nemen. En dus is dat eigenlijk ook mijn plan. De komende maanden blijf ik er nog best wel flink mee bezig. Al houd ik wel in mijn achterhoofd dat ik later dit jaar winst gaan nemen en die winst uiteindelijk naar aandelen over zal gaan zetten. Maar tegelijkertijd dat ik door middel van dollar cost averaging wel crypto bij blijf kopen... naarmate de koers daalt, omdat ik wel weer verwacht dat er over een jaar, twee jaar, drie jaar... een nieuwe bullrun aankomt en dat ik dan mijn posities heb uitgebreid. Maar laten we overstappen naar Coinmerce om ten eerste te kijken hoe het portfolio ervoor staat... en om opnieuw onze 100 euro voor deze maand te investeren. Nou, als we gaan kijken naar mijn portfolio, dan heb ik nu 438 euro... ...aan crypto, oftewel een rendement van 46%. Ik zal hem even op all zetten. We zien dat we hier in februari begonnen zijn. Die maand ging het redelijk. Toen heb ik opnieuw 100 euro ingelegd. Toen ging het al een stukje beter. Maar vooral na de laatste inleg van april... ...is het eigenlijk in april en mei dus best wel heel erg goed gegaan. Je ziet ook dat ik inmiddels weer 100 euro klaar heb staan. Die gaan we zo meteen dus investeren. Kijken we hier even rechts. Wat is nu mijn, mijn portfolio? Hoe bestaat, waar, ja, waar bestaat die uit? Nou, Ethereum eh, 212 euro met 85% rendement. Eh, ADA, oftewel Cardano, met 127 euro, oftewel 82% rendement. Dit is de 100 euro die we zo meteen gaan doen. En Bitcoin staat op dit moment in de min. 100 euro met een verlies van net geen 15%. En ik heb zitten denken waar ik deze maand in ga investeren. Dat is ten eerste in Bitcoin. Eh, dat is om eigenlijk te profiteren van de dip. Ik ga daar niet de volledige 100, maar ik ga daar 40 euro in investeren. Um, zoals gezegd, we zien daar een dip. Het is nog wel iets waar ik in geloof op de lange termijn. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is, ook juist voor altcoins. Dus bitcoin zal altijd wel blijven, ondanks dat het nu zo onder vuur ligt vanwege het energieverbruik. Dus we gaan hier gewoon profiteren van de dip. Dat is de eerste 40 euro. Wachten we heel even, gaan we naar Ethereum. Dat is iets wat ik denk uh, wat op korte termijn juist kan profiteren. Dat heeft het ook al gedaan als we kijken naar de laatste maand. Echt een flinke stijging gezien. Uh, bijna een verdubbeling zelfs. Um, ik denk dat het zeker ten opzichte van Bitcoin dus kan profiteren op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Uh, dus we gaan hier ook 20, of, uh, 40 euro in investeren. Um, en eigenlijk ook een beetje hier hetzelfde. Toch profiteren van de dip. En dan hebben we natuurlijk ook. Cardano nog, maar die ga ik nu niet uitbreiden. Maar wat ik juist ga kopen nu. Um, en dat is dus wel via CoinMers te kopen, en soms niet via anderen. Dat is Dogecoin. Ik heb al eerder gezegd dat het eigenlijk een coin is die nergens op omgaat. Het is echt een, een joke, eigenlijk. En zoals ik al zei, we hebben nu echt wel te maken met een hype. Met een hype gaan we helemaal niet letten op de onderliggende gedachten, de toekomst. We willen gewoon profiteren van het. Van de mogelijkheden op de korte termijn. Nou, dat hebben we dus bij Doge ook echt wel mee te maken. En dus wil ik het eigenlijk ook juist om die manier toch kopen. Om te laten zien um, ja, wat het mogelijk is. Uh, hoe de markt in elkaar zit op dit moment. En ik denk dat het ook vooral niet gaat van wat is dus, ja, de fundamentele dingen onder Dogecoin. Maar puur als je maar zorgt dat je eerder bent dan de rest met kopen en verkopen. Dan kun je toch mooie rendementen maken. Dus hier gaan we de laatste 20 euro in doen. Ik wil niet zeggen dat ik ze ook. Lange tijd aangehouden. Het kan ook zomaar zijn dat ik halverwege deze maand of volgende maand deze weer ga verkopen. Maar puur, um, ja, zoals gezegd, er is een hype. Laten we gewoon even meedoen met 20 euro. Een klein bedrag. Hoog risico, ben daarvan bewust. Maar dan ziet uh, op dit moment zo de portefeuille er op dit moment uit. En ben ik dus erg benieuwd hoe dat eruit zal zien over een maandje. En daarmee zijn we het einde komen van deze video. Wederom 100 euro geïnvesteerd. Um, iets wat ik eigenlijk wil voor de lange termijn. Dollar cost everything toepassen. Ben je van bewust dat crypto leuke rendementen heeft, maar ook een enorm hoog risico heeft. Dus denk goed welk bedrag jij kan missen. Want het kan ook zo zijn dat je op misschien als je te lange tijd aanhoudt. Op wel 80-90% van je uh, vermogen in crypto weer ziet verdampen. Ook dat hebben we dus al eerder gezien. Maar desondanks wil ik het wel behandelen. Het is gewoon heel erg populair op dit moment. Mensen zijn naar informatie op zoek. Laat ik dan ook mijn visie op crypto geven. Hopelijk leer je er iets van. Laat weten wat jij denkt, wat jouw ervaringen zijn in de reacties onder deze video. Hopelijk kunnen we op die manier ook allemaal van elkaar leren. Vond je het een leuke, interessante video? Geef een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.